Dit is het verhaal van de kleine koning Izar. Het kind dat op een nacht een wonderlijke ster zag en op reis ging. Op zoek naar de koning van de wereld. Op zoek naar een vriend. Het meer van Galilea. Hier ergens zou Jezus moeten zijn, Asinus. Zie jij hem? Mm-mm. Die visser daar, die weet het misschien. Dag meneer. Ik ben Izar. En ik zoek Jezus, de koning van de wereld. De koning van de wereld? Hier is hij niet. Oh, ik had gehoord dat hij hier vaak in de buurt was. Klopt. Bent u misschien een van zijn volgelingen? Dat is een moeilijke vraag, jongeman. Daar kan ik geen ja en geen nee op zeggen. Hoe bedoelt u? Asinus en ik zijn moe. We willen best even uitrusten. Mag ik bij u komen zitten? Ga je gang. Ja, je hebt een kroon op. Ben je een koning? Ja, van een klein land maar, hier ver vandaan. Daar heb je zeker een groot paleis, hè? Ja, meneer. Ja, meneer, ik ben Thomas, hoor. Een gewone visser. We zijn allemaal gewone mensen hier. We moeten hard werken voor ons brood. Toch zijn veel van ons Jezus gevolgd. U niet? Ja, kijk jongen, ik hoor de meest fantastische verhalen. Maar ik weet niet wat ik ervan geloven moet. Zelfs ben ik er nooit bij. Ik moet aan het werk blijven, maar gezin moet eten. Ja, daar zult u wel gelijk in hebben. Het is hier erg mooi en zo rustig. Het is vast fijn om hier te wonen. Het kan soms aardig spoken op het meer. Dan kun je als visser maar beter aan de wal blijven. Maar ja, soms komt de storm plotseling op. En voor je het weet, zit je er middenin. Wat griezelig. Nu, het is pas nog gebeurd. Maar toen was Jezus aan boord van het schip. En ze zagen dat hij toen gezorgd heeft dat de wind ging liggen. Oh ja? Ja. Hij lag rustig te slapen, zei ze, terwijl het schip zo wat verging. En toen hebben ze hem wakker gemaakt. En toen? Hij stond op en zei tegen de wind, wees stil. En de storm was meteen verdwenen. Dus zelfs de storm luistert naar hem. Maar u niet? Ik luister wel. Maar u gehoorzaamt niet. Maar jij gaat makkelijk praten, jongen. Jij bent nog een kind. Kinderen geloven veel makkelijker iets dan een volwassen man als ik. Dan ben ik blij dat ik een kind ben. Ja, kon je het maar blijven. Zo, dat net is weer aardig heel. Maar straks eens kijken of we er wat in kunnen vangen. Zit er veel vis in het meer? Oh, genoeg. Maar soms is het net of ze er de lucht van krijgen. Dan kun je dagen aan het varen blijven zonder dat je wat vangt. Maar die Jezus die schijnt een goed plekje te weten. Oh ja? Ja, een paar vrienden van me waren een tijdje geleden aan het vissen met Jezus aan boord. En ze vingen maar niks. En toen heeft Jezus ze gewezen waar ze de netten moesten uitzetten. Toen raakten ze zo vol dat ze bijna scheurden. Zie je dat wel? Ja, maar zoiets gebeurt nooit waar ik bij ben. En ik was er ook niet bij toen Jezus aan de overkant van het meer al die mensen te eten gaf. Hoe ging dat dan? Het schijnt dat Jezus zich helemaal alleen in de woestijn had teruggetrokken. Hij had verdriet, want zijn beste vriend was vermoord. Weet u wie? Een prediker. Johannes de Doper. Die heb ik ook gekend. Hij werd onthoofd. Ja. Ik was erbij. Was jij daarbij? Nou, dat is heel wat voor een kind. Dus... Jezus had ook verdriet om hem.
Maar zelfs in de woestijn wisten de mensen Jezus te vinden. Ze brachten hun zieke familieleden mee en hij genas ze allemaal. De mensen waren niet meer bij hem weg te slaan. Maar niemand had er al gedacht om iets te eten mee te nemen. Ja, er was één jongen die had wat brood en vis bij zich. Maar ja, lang niet genoeg natuurlijk voor die duizenden mensen. En toen? Jezus zegende het brood en de vis en toen moesten zijn volgelingen het ronddelen. En ze zeggen dat iedereen zijn buik vol kon eten en dat er nog een heleboel over was. Hoe kon dat? Ja, dat weet ik niet hoor. Een wonder. Ik had het graag met eigen ogen gezien. Wie is dat? Dat is het dochtertje van Jairus. Dat komt mooi uit. Hoezo? Nou, zij kan uit eigen ervaring vertellen. Dag, Thomas. Je hebt gezelschap, zie ik. Dit is de kleine koning Izar. Dag, Izar. Dag. Dit is Asinus. Oh, wat een lief ezeltje. Izar is op zoek naar Jezus. Vertel hem eens wat jij hebt meegemaakt. Nog niet zo lang geleden ben ik erg ziek geweest, hè? Ik had hoge koorts en ik kon niets eten of drinken. Het was gewoon vreselijk. Ik ben nog nooit zo ziek geweest. Mijn vader en moeder waren erg bang. Dat kon ik wel zien aan hun gezichten. En ik hoorde ze fluisteren als ze maar niet doodgaat. En daarna weet ik niets meer. Alles werd zwart. Maar nu ben je toch weer beter? Wat er daarna gebeurd is, heeft mijn moeder me verteld. Mijn vader had gehoord dat Jezus in de stad was. Hij ging naar hem toe en hij smeekte Jezus om mee te gaan naar huis. Maar toen kwam er al iemand aan die vertelde dat ik dood was. Mijn vader was ontzettend verdrietig en hij wilde weggaan. Maar Jezus zei dat hij toch mee zou gaan naar huis. Mijn moeder en haar vriendinnen stonden om mijn bed. Ze huilden vreselijk. Jezus stuurde iedereen de kamer uit. Het leek wel of hij boos was. Hij zei, huil toch niet zo. Dat kind is niet dood, ze slaapt alleen maar. Daar moesten de mensen bijna om lachen. Want het was niet zo, ik was echt dood, dat had iedereen gezien. Nou, en toen de kamer leeg was, pakte Jezus mijn hand en hij zei, meisje, sta op. En vanaf dat moment weet ik alles weer. Ik deed mijn ogen open en ik zag het gezicht van Jezus. Zo'n vriendelijk gezicht. En zo rustig. Alsof hij al die tijd heel dicht bij me was geweest. Oh, Izar. Het was zo'n wonderlijke dag. Wat kijk je raar, Izar. Jij hebt Jezus gezien. Ja? Ben jaloers? Een beetje. Het was natuurlijk heel erg voor je om zo ziek te zijn en om dood te gaan. Maar jij hebt tenminste Jezus gezien. Wie zegt dat jij hem nooit zult zien? Asinus en ik zoeken hem al zoveel jaren. En altijd komen we te laat. Misschien wil Jezus dat wel zo. Misschien denkt hij, Isa heeft me nog niet zo hard nodig. Maar ik heb hem wel nodig. Ik voel me vaak zo ontzettend alleen. Ik weet wat. Als Jezus in de stad is, dan komt hij altijd bij ons op bezoek. Ga met me mee naar huis. Waar is jouw huis? In Capernaum. Is dat ver? Nee hoor. Wil je ons allebei dragen, Asinus? Goed, dan gaan we maar. Dag Thomas. Ik hoop dat je wat vangt. Ga je weer vissen, Thomas? Straks misschien. Ik kom je gauw weer opzoeken. Goed, kind. En als jullie Jezus zien? Ja. Oh nee, laat maar.